Dit is de thuisbasis van kardinaal Scherer, een van de grote favorieten bij het conclaaf. Zo dadelijk begint hier een speciale mis voor de toekomstige paus. En natuurlijk hopen en bidden de gelovigen hier in Sao Paulo dat die nieuwe paus een Braziliaan zal zijn. De Braziliaanse katholieke kerk verliest steeds meer terrein aan allerlei protestantse kerken. Misschien dat een Braziliaanse paus daar verandering in kan brengen. Het is heel belangrijk om het te maken van de fé, om het te maken onze fé. E muita gente voltava para a igreja, né? E o brasileiro necessita aumentar um pouco essa crença que ficou meio esquecida no passado. E hoje acho que, sendo um Papa brasileiro, a gente vai conseguir revigorar tudo isso. De mensen hier noemen hun kardinaal bij zijn voornaam, Odilo. Volgens de hulpbisschop zou zijn baas een uitstekende paus zijn. É um homem simples. Muito trabalhador, nós até brincamos assim que trabalha até demais. Ook bij het vorige conclaaf werd een Braziliaanse kardinaal genoemd als een van de favorieten. En daarom zijn veel mensen nu erg voorzichtig. Maar toch. Sobretudo da mídia internacional, é a primeira vez que um cardeal brasileiro aparece como um nome possível antes do conclave. Officieel stonden de gelovigen in São Paulo stil bij het conclaaf en de toekomstige paus. Maar stiekem werd er vooral gebeden voor hun kardinaal. Misschien straks wel de eerste paus uit Brazilië.